Maar dat is even een punt wat zowel Filemon als Jessim zegt. We hebben arbeidskrachten nodig. Ja. Dat werkt zo niet. Alle statistiek laat zien dat niet... Hoezo? Niet-westerse asielzoekers die een status krijgen... zijn nog jarenlang uitkeringsafhankelijk. De Somaliërs uit de jaren 90... Maar je moet die procedures veranderen. Nee, dat heeft niks met procedures. Die mensen hebben een status. Ja, maar die hebben geen recht om te werken. Maar dat is het. Statushouders hebben geen recht. Statushouders, ik heb er een programma over gemaakt. Dat was het hele grote probleem van die mensen. Mochten niet fulltime werken bij ons. Die mochten stage lopen, maar die mochten niet werken. In de asielprocedure niet. De statushouders, die mogen hier zijn en die mogen werken. Die zijn door de procedure heen. En alle statistieken laten zien dat niet-westerse mensen die hier asiel hebben gekregen... die dus legaal zijn, die alles mogen doen, die hier mogen stemmen, mogen werken... dat die buitensporig veel uitkeringsafhankelijk zijn. En dan, nog 20, 30 jaar na de...